Hoi allemaal, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag 18 mei. Bijna 11:30 ochtends. Ik werd rond 10 uur ongeveer wakker. En toen heb ik eigenlijk de hele tijd geleerd. Want ik heb maandag een theorie-examen van de kleurtheorie. En ik was daar nog niet aan begonnen. Dus ik was een beetje in stress. En ja, dus ik heb een deel van dit boek doorgelezen. En doe ik morgen de rest wel. Ik begrijp het op zich wel, dus dat was fijn. Zo, oh, ik heb heel veel last van hooikoorts, merk ik nu. We zitten hier echt in een groene omgeving. En het is best wel lekker weer. Dus ja, dan krijg ik gewoon heel erg last van hooikoorts. Dit plekje zit echt gek. Maar ik moet me nog aankleden. Ik loop nog in mijn badjas. Ik ga eerst even naar beneden, naar mijn laptop. Want er is nog geen video online gekomen. Omdat ik dus een IBC challenge heb gemaakt. En die video is bijna 30 minuten. En het lukte me gisteravond niet met opslaan. En ik was zo moe dat ik maar gewoon naar bed ben gegaan. En dacht ik, doe het de volgende dag wel. Dus dat ga ik eerst doen. En eten. We moeten ook nog boodschappen doen vandaag. En Tigo en ik gaan ook nog wat leuks doen. We gaan hier namelijk in Schoonhoven bij Rivero gaan we lunchen. Echt een super mooie leuke tent. En dat is vrij nieuw. Dus ik ben echt super benieuwd. Het zag er allemaal heel goed uit. Dus daar gaan we lekker heen vandaag. Oh, ik heb mijn deur even opengezet. Omdat het hier echt benauwd is. Maar dat gaan we dus doen. En vanavond gaan we waarschijnlijk barbecuen. Dus daar heb ik ook mega veel zin in. En ja, het is lekker weer. Dus ik ben helemaal blij. Ik heb net even een wasje aangezet. Tada. Deze moet ook nog. En er moet ook nog witte was. Maar dat ga ik misschien later doen als ik wat meer was heb. Want anders is het zo zonde. Dus die moet nog even draaien. Maar ik ga nu eerst even naar beneden en even wat eten. Oh, ik heb echt last van hooikoorts. Gisteren is ook op stage mijn haar gekruld. Kijk hoe mooi. Ik ben er super blij mee. Dus love it. Doe in ieder geval je duimpje omhoog als je zin hebt om mee te kijken. En dan wens ik je heel veel kijkplezier. Wat doe je? Engelse presentatie oefenen. Oh god. Doe hello eens. Everybody. My name is Tigo van der Waal. And I do my presentation about Spain. Because it's my favorite vacation country. Nou doe maar, ga maar staan. Where going I talk about it. Dat is geen zin. Ja, wat zeg je? Where I going talk about it. Where going I... Where am I going to talk about? Who? Where am I going to talk about? Where? Denk ik. Am I going to talk about? Nee, where? Je kan beter zeggen, I'm going to talk about... Dat is inderdaad makkelijker. I'm going to talk about the general of Spain, the culture of Spain. Nee, schilpadje zit er. Okay, first I talk about the general of Spain. Spain is located in the south of Europe. Kijk hoe schattig jongens. Schilpoetje is er. En hier hebben we Appie. Hallo, lekker ding. Day. Yeah. Oh shit, wat is hun? Dat is day toch? Hun is day. Ja, volgens mij wel. Doet. Inmiddels is het 1:15 en ik ben echt al zo lang bezig met mijn video om hem te proberen op te slaan. Maar het lukt gewoon niet. Dus daar word ik echt een beetje heel erg chagrijnig van, want het lukt gewoon niet. Ik heb het echt op 10.000 verschillende manieren geprobeerd. Dus als je zoiets had van waar was de video zaterdag, nou hij wil niet opslaan, dus dan kan ik hem ook niet uploaden. Ik ben nu iMovie aan het installeren op mijn nieuwe iMac. En ik hoop dat ik hem dan via daar kan gaan opslaan. Anders weet ik het ook niet meer. Maar we gaan nu eerst even lunchen. Want ja, het is al bijna 1:30 en dat mag nu wel gebeuren. Het is echt super lekker weer. Dus ik heb lekker een jurkje aan. En ik sta nu trouwens op mijn balkon. Hier heb ik letterlijk nog nooit opgestaan. Maar oh my god, hoe leuk is dit? Love it. Eigenlijk wil ik op dat balkon allemaal stoeltjes of zo neerzetten. Dat ik daar kan zitten. Dat is wel leuk. Ik draag dit jurkje van Chiquelle en die heb ik nieuw. Voor het eerst heb ik deze vandaag aan en ik vind hem ontzettend leuk. Hij is echt zo schattig. En dan draag ik deze schoenen van de closet. Ik vind het echt leuk. Het is lekker weer, dus I love it. We zitten in de auto van Tigo. Echt stom. Het is 2 minuten fietsen, maar mijn fiets staat bij de bus altijd. Dus we moesten maar met de auto. Echt slecht. We zitten lekker op het terras in het zonnetje, is echt super lekker weer. En ik heb een broodje kapotje besteld, die ik heb geladen. Dus dan wachten we nu. En we hebben een super mooi uitzicht.
Oh my god, kijk hoe lekker dat eruit ziet. En mijn broodje is toch fantastisch. Eet smakelijk. Eet smakelijk, het ziet echt lekker uit. Ja. We hebben heerlijk gegeten, het was heel lekker en iedereen was super lief. En het zag er ook echt mooi uit en we hadden echt een lekker plekje in het zonnetje. Dus het was wel geslaagd, hè? Ja, het was echt lekker. Love it. Thanks to Rivero. Yeah. En we gaan nu naar de auto en dan naar huis. We moeten ook nog even naar de Albert Heijn, want we gaan vanavond barbecuen. Maar ik belde mijn vader om te vragen wat moeten we hebben, maar hij neemt niet op. Dus we gaan maar eerst gewoon naar huis. Maar hij wil wel het vlees van de Lidl. Dus, we hadden nog vlees, alleen ik wou even wat vis. En ik moest nog wat van de Albert Heijn, maar hoe heet het nou? Ik ga zo ook even proberen mijn video op te slaan voor de 10.000 keer. Als het dan niet lukt, dan word ik echt helemaal gek. Lekker water, ijsje. Wil je die nepappernetto dingen? Hou op nou. Persik ijsjes. We zijn weer terug en we hebben popcorn, krentenbollen. We hebben groente mini lumpia's, zo de bon. Avocado's, lekker persik water ijsjes. Kipkerry salade, ijsthee, oatly. En dat was het. We zitten lekker in de tuin. Het is, hoe laat is het? Bijna 6 uur. We gaan barbecuen. Ik heb hier alvast wat sla en garnaaltjes. Wat hebben we hier allemaal? Hamburgers. En wat is dat andere? Ik zit al bijna voor. Ik wil een hamburger. Ja. Nou wel, we hebben nog amper wat op. Ja, maar dat komt door die lunch, weet je. Nou, ik heb nog hartstikke veel trek. Doe mij maar lekker een hamburgertje. Wat is dat? Dat is een... filetlapje. Oh, dat hoef ik niet. Zie je Julia? Mama, kijk je? Ah, Rick. Zo schattig. Ik ben wat gemaakt om een poppetje te zagen. Mama, geef me eens een schaar. Mama, geef me eens een schaar. De kruis gaat het ook een beetje niet allemaal koud lijken. Maar de eerste is Abelio. We zijn video's aan het terugkijken van vroeger. That is me. Het leuk. Ja. Vind dat ook leuk? Papa lag hier lekker te slapen. Papa was ziek. Ja. Dat weet ik nog. Toen ging ik altijd op je springen. Toen zei mama volgens mij van doe eens even rustig. Je vader is ziek. Een rode bank. Jezus. Mooi interieur. Mooie kast ook. Mooie tv. Oh, dat was een kids op 20. Ah. Oh. Wat doe je met je hand? Oh. Jezus. Kijk jou lachen. Rick probeert erop te klimmen.
Kijk maar wat. Ik kom op. Het is inmiddels alweer 11:45. We zitten heel de tijd zoekvis van te kijken. En zijn nu bezig met punten. En we hebben net al 12 punten gehad. Netherlands 12. Ja, het is eventjes het totale overzicht. Oh. Ik denk Nederland. Ik denk Nederland. Go to. Ja. Wat is dit? Ik wou helemaal yes Nederland. Nee. Oké, het is heel spannend, want Nederland staat nu op 3. Maar het scheelt echt een paar punten met elkaar. Dus we zijn zo benieuwd. We hopen het. Maar we snappen dus niet dat die Macedonië zo hoog staat. Want wij vonden het geen bijzonder nummer. Zweden vonden het wel leuk. Oké, het is zo spannend. Ze zijn nu, ik weet niet meer. Wat zijn het voor punten? De? Hoe heet deze punten? Telebank of zoiets. Telebank? Televoting. 100 points. Precies 100 paarden naar Italië. Oh, bijna. Ik word gek. Sweden, North Macedonia or the Netherlands. Oké, spannend. We move on. Meer dan 234 moeten we halen, anders is het sowieso gedaan. Oh, here they are, all four of them. Very good. Ik ken ze hier achter. Everything is very good. Tension rising. Schiet op! Tot nu toe staan we bovenaan, oh my god. Nee. Nee, volgens mij gaat ze heel veel zeggen. Heel weinig. North Macedonia. Ja, heel weinig. Ik denk heel veel. Heel weinig. Ik denk. 58. Misschien gaan we echt wel binnen. Het is echt Zweden of Nederland. Jenny, ik hoop echt niet dat Zweden heel veel. Hoeveel moet Zweden krijgen? Reken uit hoeveel Zweden moet krijgen. Zweden moet echt 240 punten of zo, hè? Stil! Holy shit! Als we eerst worden, ik ga gillen! Weet je niet, of... Harder. Nederland 253. Jongens, kijk. Doe harder. Holy shit. Is the winner, the winner. Oh my god, dit zal zo leuk zijn. Ik vertel zo in de wachter. Oh. Schiet eens op, joh. More than 253 points to pass the Netherlands. Jee, yeah, hou op. Will they get that? If Sweden will get more than 253 points, ook. They win. So or Netherlands or Sweden. Ah, ik gun ze allebei, maar ik wil Nederland. Ja, dat weet je niet. Dat weet je niet. Nee, zo is het niet zo. Zo bizar, het is 44 jaar geleden dat we dat hebben gedaan. Ik vind het zo leuk, hé Tigo, dit is bizar. Ah, papa, wat vind je? Papa is helemaal uit zijn bed gekomen. Zo mooi. Mooi. Is het niet meer achter de gitaar? Jongens, ik vind het nog steeds bizar. Nederland heeft gewoon gewonnen. Ik vind het zo leuk. Doe je duimpje omhoog als je trots bent op Nederland en hebt gekeken naar het Songfestival. Het was zo spannend, hè? Ja, dat is echt spannend. Ik heb letterlijk fucking keelpijn van het schreeuwen. En jij? Ja, ik moet een beetje praten, anders is mijn stem wel weg. Maar ja, we gaan nu lekker slapen. Het is al hartstikke laat. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot morgen. Doei!